Ja, een rare wedstrijd eigenlijk wel. We beginnen goed. De eerste paar minuten komen goed uit de startblok en we scoren gelijk. Alleen dan zie je daarna eigenlijk vanaf het moment dat wij scoren, lopen we eigenlijk alleen maar achter de feiten aan. Waar komt dat dan door? Ja, weet ik niet. We begonnen goed. Alleen, zoals ik zei, vanaf het moment dat we scoren, het leek net of we het niet meer wisten. En veel individuele fouten van onszelf, waardoor we het hun eigenlijk te makkelijk maken. En dan zie je dat wij het onszelf eigenlijk daardoor heel moeilijk gaan maken. En dat we uiteindelijk ook bijna niet echt geen kansen meer gecreëerd hebben daarna. Zaten jullie dan met jullie hoofd al een beetje bij die play-offs? Nee, dat spreek ik voor mezelf. Ik niet. Je bent bij elke wedstrijd ben je gewoon met die wedstrijd bezig. En voor de rest, dat blokkeer je gewoon. Alleen, nu moeten we wel onze pijlen eerst nog richten op Ajax. Want dat is wel een wedstrijd die we niet zomaar gaan laten lopen. Helemaal niet thuis. En hun kunnen dan wel kampioen worden bij ons. Maar wij zijn niet echt van plan om het, om het hun cadeau te gaan geven. Ben jij een beetje Ajax-fan? Nou, ik heb verder in Nederland niet echt een club waar ik echt voor ben of iets. Maar voor ons zou het mooi zijn om dat feestje te kunnen verpesten voor hen. Dan nog eerst even over jouzelf. Jij bent natuurlijk teruggekomen van de blessure. Vorige week al een wedstrijd gespeeld, nu weer op het veld. Hoe staat het ermee? Ja, voor mijn gevoel gaat het wel goed. Ik zit lekker in mijn vel en het voelt allemaal goed. Nergens last van, dus bij mij gaat het op zich wel prima. Tijd om dan te gaan vlammen in de play-offs. Helemaal klaar ervoor? Ja, ik ben er klaar voor. Het is nog alleen nog Ajax nog. En dan, daarna moeten we alle pijlen richten op de play-offs. Maar play-offs is eigenlijk niet echt te vergelijken met wedstrijden die we nu hebben. Dus promotie-degradatievoetbal is heel anders dan gewoon tijdens de competitie. En want hoe sta je dan als de Graafschap eigenlijk op in vergelijking met bijvoorbeeld ploegen als een MVV of een Volendam? Ja, wij zitten op een gegeven moment, we zaten wel in een goede flow. Op een gegeven moment alles, het liep best wel goed eigenlijk. En het is natuurlijk ook mooi om te zien nu hoe het publiek nog steeds achter ons staat. Als je ziet na de wedstrijd dat wij naar hun toe lopen, hoe ze ons dan toezingen. Dat is als spelersgroep zijn, is dat echt, geeft een heel goed gevoel. En dan wil je eigenlijk wat terug doen voor de supporters. En dan wil je gewoon volle bak ervoor gaan. Nou. Ja, volgende week dan nog even de wedstrijd tegen Ajax uitspelen. En dan klaar voor de play-offs. Ja. Dankjewel. Thanks, man. Graag gedaan. Thank you.